welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een goodie box unboxing. Dit is de goodie box van de maand november, dus deze maand. Voor de mensen die goodie box niet kennen, goodie box is een Nederlandse beauty abonnement waarbij je maandelijks een bedrag betaalt van 20 euro en dan ontvang je dus elke maand zo een box met minimaal 5 beauty producten en minimaal ter waarde van 65 euro. Ik vind goodie box echt geweldig. Ik ben echt al meer dan een jaar geabonneerd op hun. Als je je ook wilt abonneren, ik zet de link beneden in de beschrijving en ik ga elke maand de box unboxen. Ik ben hiermee begonnen afgelopen maand, dus als je die video nog niet hebt gezien, je kunt hem nog gewoon bekijken. Op hun website zie je ook wat er in de afgelopen boxen zat en dan kun je even bekijken of het iets is voor jou. Het zijn altijd beauty producten, dus het heeft altijd iets te maken met make-up of skincare, accessoires, whatever. En de box van deze maand is heel speciaal, want het is een samenwerking met iemand. Dus we gaan het er hier over hebben, we gaan het unboxen en ik ga het ook aanbrengen op mijn gezicht. Tenminste, de producten die ik kan gebruiken, breng ik ook aan op mijn gezicht. En ik heb ook een beetje gespiekt en het zijn deze maand heel veel make-up producten. En dat vind ik altijd extra leuk, want afgelopen maand was het meer skincare en dat is ook leuk, maar ik hou altijd heel veel van make-up. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet ook niet om op het belletje te klikken naast abonneren, zodat je een notificatie krijgt elke keer als ik mijn video's upload. En dat is 4 keer in de week, dus vergeet er niet op te klikken, anders kun je mijn video's vaak gewoon niet eens zien. Dus, let's begin. Oké, dit is dan de box. Hij is oranje. Elke maand heeft een andere kleur. En dan kun je hem gewoon zo openmaken. En dan heb je als eerste een klein boekje. Go with the Glow. En het is een samenwerking met, even kijken, Xelly Cabau. Dat is het zusje of de zus van Jolante Cabau. Zo ken ik haar. Maar zij is ook een beauty vlogger en heeft ook een kanaal en al die dingen. En het is een samenwerking met haar. En het heet dus Go with the Glow. Dus het zijn de perfecte producten voor een glowy face en een glowy make-up look. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 producten in. Normaal is het dus 5. Dus afgelopen maand hadden we er ook eentje extra. En nu hebben we er zelfs 2 extra. Dus dat is heel erg leuk. Hierin staat in wat het allemaal is. Als je het open maakt, is dit wat erin zit. En dan kun je gewoon dit zo openen. En daar zitten dan alle producten in. Ik ga gewoon alle producten af. En ik breng het ook gelijk aan als het kan. Ik heb ook expres nog geen make-up op. Want ik had gezien dat we een primer hebben. Ik heb hier van het merk The Cure. De Instant Correcting Serum. En deze is 85 euro voor 30 milliliter. Ik ken dit merk niet. 85 euro is een hoog bedrag. Dit is een beetje klein. Dus ik denk dat dit een sample is. Ja, ik zie hier ook staan 10 milliliter. Dus dit is een kleine versie van de grote. Ik ga hem even openmaken. Er staat op, dit is een primer. En een serum in 1. Breng hem aan nadat je je dagcrème op hebt gedaan. Die heb ik al opgedaan. Laat hem 20 seconden intrekken. En dan kun je beginnen met je make-up. Het geeft je een instant gladde en egale huid. De perfect basis. Nou, dit is hem dan. Dit is dus 10 milliliter. Instant correcting serum. Dus die ga ik even aanbrengen. Oh, het is echt waterig. Oké. Dat had ik niet verwacht. Maar eigenlijk had ik dat wel kunnen verwachten. Want het is ook een serum. Dus ik weet niet waarom ik dat dan niet had verwacht. Ik breng best wel veel aan. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Hij droogt best wel snel op. Dat vind ik altijd wel fijn. Wacht 20 seconden. Ik heb nooit geduld om zo lang te wachten. Maar ik zal het voor nu gewoon eventjes doen. Hij voelt ook een beetje plakkerig aan. Een beetje heel veel. Dat vind ik fijn als primer. Want dan blijft de make-up er goed op zitten. Geeft een gladde en egale huid. Ik zie wel een glow. Er staat niet op dat hij een glow geeft. Maar ik zie wel een beetje een glow naar op mijn gezicht. Mijn gezicht voelt ook een beetje strak aan. Dat vind ik ook wel fijn. En hij plakt een beetje. Oh, het plakkerige gaat nu weg. Ik weet niet of mijn huid echt egaler is ofzo. Voor de rest hebben we niet echt make-up voor op mijn huid. Dus ik ga heel even snel mijn huid make-up doen. En dan kom ik zo terug en dan gaan we verder met de rest van de 6 producten. Oké, daar ben ik weer. Mijn hele base make-up zit erop. Foundation, concealer, poeder, bronzer, blush, highlighter. Ik vind het wel jammer dat er geen highlighter zit in de box. Want het is Go With The Glow. En bij glow verwacht ik een highlighter. Maar oké, whatever. We gaan gewoon verder. Ik vind, by the way, deze primer slash serum geweldig. Mijn huid voelde helemaal strak aan toen ik me foundation op had gedaan. Het zag er ook echt goed uit. Echt, ik zag echt een verschil. Dus dit ding heeft echt nut. Ik vind hem echt de 80 euro waard, denk ik. Hij is echt goed. En hij geeft een glow. Dat staat er niet bij, maar hij geeft echt een glow. Dat zag ik echt gelijk. In ieder geval, we gaan verder. Wat ik niet kan gebruiken is van My Jewelry Pearl Hair Clip. En deze kost 8,95 euro. Deze is gewoon full size. Zo groot is gewoon de clip. Ik vind hem echt
echt super leuk. Als ik stijl haar zou hebben, dan had ik het nou ingedaan. Dit haar is nep, dus het is niet mijn echte haar. Mijn krullend haar zit er gewoon onder. Maar einde van de maand heb ik een bruiloft en dan heb ik weer stijl haar. En dan ga ik het zeker gebruiken in een video. Ik vind hem heel erg mooi. Dit is nou echt helemaal in. Van LA Splash Cosmetics heb ik de Wickedly Define Eyeliner en deze kost 15 euro. Dit is een hele super mooie eyeliner met echt een hele extra verpakking. Het grappige is dat ik hem al heb, maar dan in het goud. Dit is een andere kleur. Dit is meer een beetje rozeachtig. Dit is de kleur Rosaline en deze andere kleur is de kleur Whimsical. Deze is echt goud. Ik ga hem even openmaken. Ook dit is gewoon full size, 15 euro. De applicator dingetje is een beetje kapot. Ik ga het zo laten zien. De kleur is wel echt prachtig. Het is heel glitterig, glanzend, een licht roze kleur. Alleen kijk, mijn kwastje is een beetje defect. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Dat is bij die andere die ik heb niet. Dus ik heb denk ik gewoon net een beetje een verkeerde gehad. Ik vind de kleur wel echt prachtig. Er zitten ook van die grotere glitters in en zo. Heel erg mooi. Even kijken, ik heb nou geen ooglook. Ik pak even de blush die ik net heb gebruikt. Dat is de BH Cosmetics Floral Blush in de kleur Caribbean Coral. Ik ga die blush even een beetje aanbrengen op mijn ogen. En dan heb ik een beetje een base voor de liquid eyeliner. Zo, ik heb gewoon even de roze blush een beetje over mijn hele ogen gedaan. En een nude eyeliner gedaan in mijn waterlijn. Dan pak ik deze eyeliner. En dan vind ik het denk ik wel mooi om het gewoon een beetje zo over mijn hele ogen aan te brengen. Oeh, super mooi. I like it. Ja, ik vind het echt super mooi. Super glitterig. Jammer dat mijn kwastje een beetje defect is. Waardoor ik niet echt een hele strakke lijn kan maken. Dus nou heb ik het gewoon over mijn hele ogen gedaan. En dan hoef ik niet echt per se een strakke lijn te hebben. Ik vind hem wel echt heel erg mooi. I love it. Dan heb ik ook een mascara. Van Rituals heb ik de Miracle 3-in-1 mascara. En de winkelwaarde is 18,50 euro voor 8,5 ml. Ook dit is geen full size. De full size is 8,5 ml. Ik heb hier 3 ml, dus het is een kleinere variant. Dus deze ga ik even gebruiken voor mijn wimpers. Ik heb alleen niet de hele lange wimpers, jongens. Maar ik kan toch altijd wel gewoon zien wat ik van de mascara vind. Ik heb nog nooit make-up gehad van Rituals. Dus ja, dit is echt letterlijk mijn eerste indruk. Oh, wauw. Mensen, kijk even dit. Oh, ik ben echt impressed. Oh mijn god, het leuke dus aan zulke beautyboxen is dat je ook echt dingen ontdekt. Dit is echt een mascara die ik echt zou halen. 18 euro is niet super duur voor een mascara. Het is een beetje een oké prijs. Ik heb het er echt voor over. Ik denk ook dat mijn vaste abonnees die heel veel video's van mij hebben gezien, die al weten van mijn mini wimpers, die kunnen nou ook echt super goed zien wat voor een verschil het maakt. Mijn wimpers, ook met de mascara, je kunt ze echt bijna nooit echt zien. Maar ik zie ze nou echt heel erg goed. Kijk dit. En ik heb mijn wimpers nog niet gekruld. Niks. Dat doe ik altijd pas achteraf. Wauw, ik ben echt impressed, jongens. Ik denk dat ik eventjes bij Rituals naar binnen moet gaan voor de make-up. Want ik ben echt impressed. Wauw. Ze zijn ook zo mooi uit elkaar. Mooi lang. Wauw, echt wauw. Nou mensen, echt een geweldige mascara. Ik doe altijd nep wimpers op, omdat ik dus echt geen wimpers heb. Maar met deze mascara zou ik eventueel gewoon geen nep wimpers op doen. En die gedachte komt echt nooit in me op. Dus ja, echt geweldig deze. Van het merk Fur heb ik hier de 3D Faux Mink Lashes en de winkelwaarde is 17 euro. Dit zijn zijdezachte vegan wimpers die je tot 10 keer kunt hergebruiken. Mink wimpers zijn dus echt van een dier en dit is dus faux mink, dus nep mink. Mink wimpers zijn altijd heel erg mooi omdat ze heel fluffy zijn en zo. Maar zoals ik al zei, het is dus van een dier en veel mensen willen dat niet. Dus is de faux mink uitgekomen. Ik vind faux mink wel altijd een stuk minder mooi dan echt mink. Maar hè, het is maar wat jij belangrijk vindt. Ik ben altijd best wel kieskeurig als het gaat om mijn nep wimpers. Ik vind de meeste nooit zo mooi. Als ik ook hiernaar kijk, is het ook niet echt mijn ding. Maar ja, ik ga ze gewoon toch alsnog opdoen. Handmade en latex free. Oké. Nou, ik ga ze gewoon even opdoen. Ik heb de Style Gala. Dat staat hier. En ik gebruik altijd mijn zwarte Queen Darcy lijm. Deze is echt geweldig. Dit is echt de beste wimplijm ever. Er zit wel lijm bij, zo'n kleintje. Maar ik gebruik gewoon altijd mijn zwarte. Dat vind ik toch altijd ietsje fijner. Ze zijn een beetje wispy en niet super, super lang.
Nou, dit zijn dan de wimpers. Het zijn hele natuurlijke wimpers. Vooral op mij. Op mij is het echt al heel snel natuurlijk. Ik persoonlijk, maar het is echt mijn persoonlijke voorkeur, hou altijd van hele heftige wimpers. Maar ik denk dat echt het gros van de mensen deze wimpers echt mooi gaat vinden. Want ze zijn mooi. Ze zijn heel mooi natuurlijk. Dit is echt de soort wimper die ik zou opdoen naar een belangrijk sollicitatiegesprek of whatever. Gewoon dat je niet too much bent. Tenminste, voor mij is het niet too much. Het zijn gewoon hele mooie naturel wimpers. En ik vind ze mooi. De kwaliteit is goed. Ze benden goed mee. Ik heb wel een stukje eraf geknipt, want mijn ogen zijn best wel klein, dus dat moet ik altijd doen. En ja, ze blijven gewoon goed zitten, ze zien er mooi natuurlijk uit. Dus voor een naturel wimper vind ik ze echt heel erg mooi. Dan hebben we nog twee producten. Van het merk Model Co. heb ik de Bullet Lipstick, de winkelwaarde is 20 euro. Ik heb hem in de kleur Rhubarb, een hele aparte naam. Het is een beetje een... Ja, een heel donker roze rood of zo. Er staat bij de perfecte niet rode rode lipstick. Ja, en dat klopt ook. Hij is rood, maar ook weer niet. Hij lijkt een beetje op mijn achtergrond. En er staat dat je hem ook kunt gebruiken als cream blush op je wangen. Dat is inderdaad een handig trucje. Als je geen blush bij hebt of whatever. Je kunt gewoon de lipstick die je hebt, als hij een beetje roze roodachtig is, een beetje deppen op je wangen, indeppen zo. En dan heb je gewoon ook een blushje op. Ik heb al blush op, dus voor mij gaat het niet werken. Maar ik ga hem zeker gebruiken als lipstick. Hij is dus 20 euro. Dat betekent dat hij even duur is als een MAC lipstick. MAC lipstick vind ik echt een van de allerbeste, dus ik ga hem ook echt vergelijken met die. De kleur is heel mooi. Het is inderdaad echt een niet rode rode lipstick. Oeh, hij ruikt heel lekker. Wauw, hij brengt echt super creamy aan. Hij voelt echt aan als een MAC lipstick. Hij is alleen ietsje meer creamy. Ik vind hem de 20 euro waard. Hij heeft genoeg pigment. Hij is creamy, maar niet te creamy. Er komt veel kleur vanaf. Het brengt ook heel makkelijk aan. Gewoon net als een MAC lipstick. Hij heeft zelfs iets wat een MAC lipstick niet heeft. En dat is die hele lekkere bloemachtige geur. Hij ruikt echt super lekker. En hij brengt echt aan als een MAC lipstick. Dus als je zo'n MAC lipstick hebt, dan weet je hoe die voelt. Mensen, deze box van deze maand is echt top. Ik ben echt al langer dan een jaar volgens mij geabonneerd. En dit is echt de beste box die ik tot nu toe heb gehad. Dan het laatste product van de box. Van Essentials bij Goodie Box heb ik de Face Mist. De winkelwaarde is 9,95 euro. En dit is de full size. Er staat Essentials bij Goodie Box. Is het dan een merk van Goodie Box of zo? Volgens mij wel. Dat wist ik helemaal niet. Nou, dit is dus een face mist. Die spray je op als je helemaal klaar bent met je make-up. Zodat je make-up beter en langer blijft zitten op je huid. Er staat ook dat hij direct een gehydrateerde glow geeft. Zodat je make-up er de hele dag fris uitziet. Ik schud altijd, ik weet niet, op dat hoofd of vast niet, maar oké. Oeh, hij sprayt fijn en hij ruikt heel lekker. Ik ga even iets meedoen. I like it. Hij is echt heel verfrissend, ja. Nou, er zat vandaag echt niks bij waarvan ik denk, nee, echt... Alles was leuk. Oké mensen, nou gaan we even een snelle berekening doen. Je betaalt dus 20 euro per maand voor je abonnement. En we gaan zien hoeveel de waarde van de box nou was. Ik ga even mijn rekenmachine erbij halen. Als eerste heb ik de Rituals Mascara. Die is 18,50 euro voor 8,5 ml. Maar wij hebben gehad 3 ml. Dat is dus wel ietsje minder dan 8,5. Dus ik ga iets van de prijs afhalen. Wat zullen we doen? Ik maak er 10 euro van. Ik ben allemaal niet goed in al die berekeningen en precies en zo. Dus gewoon 10 euro. Even kijken. De Essential Mist. Die is 9,95 euro. Dus gewoon 10 euro. Ik rond gewoon alles af. En dit is wel full size. De wimpers zijn 17 euro. En die zijn ook gewoon full size. Full size. Dan hebben we de haarclip ook full size. 8,95 euro. Dus 9 euro. De eyeliner ook wel full size. En die is 15 euro. De lipstick full size 20 euro. Oh mijn god mensen, ik heb alles weggeklikt. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Ik ga het wel even snel afmaken. Ik heb hier de Primer Slash Serum. En die is 85 euro voor 30 ml. En wij hebben 10 ml. Dat is dus 1/3 ervan. Dat gaan we dan even snel berekenen. Dan is dit ongeveer 28 euro. Oké, even snel weer alles opnieuw optellen. Oh my god. Dan kom ik uit op een bedrag van 109 euro. Dus we hebben producten ter waarde van 109 euro voor maar 20 euro. Nou, dat vind ik echt een hele goede deal. Deze box is echt de shit. Ik vind hem echt waard. Dus ik zou echt abonneren nu snel. Want als je nu nog snel abonneert, dan ontvang je nog deze box als het goed is. De link staat dus beneden in de beschrijving. Nou mensen, zoals je al wel zag in de video, ik ben super enthousiast. Ik vind deze box echt geweldig. Beste product vind ik echt deze primer slash serum. Hij is echt geweldig. Ik zag echt direct een verschil op mijn huid. Deze lipstick vind ik ook echt heel erg fijn. Voelt echt super aan. En de rest van de producten, er zit echt niks bij waarvan ik denk,
iets minder. Ze zijn echt allemaal geweldig. Dus ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Als je nog meer video's wilt zien van mij, ik plaats er hier ook twee. Ik plaats ook mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!